Ricardo Nielsen, stress bij ondernemers. Hoe vaak komt dat voor? Ja, echt heel veel. Uh, je ziet heel veel ondernemers in uh, zwaar weer zien, zitten. En uh, ja, dat is natuurlijk super jammer. Want uh, ja, uh, als je dus gewoon wel in de creatieve stand blijft, zijn er dus wel heel veel oplossingen. En uh, ja, je ziet dus ook als ondernemers groeien dat ze een andere rol aan moeten nemen. Dus, dus in. In eerste instantie zijn ze bijvoorbeeld de verkoper. Nou, dan krijgen ze wat mensen in dienst. En dan moeten ze ineens de manager zijn. En, ja, en die rol moet je natuurlijk wel in kunnen vullen. Dan ben je een heel ander persoon. En uh, ja, daar lopen een hoop ondernemers tegenaan. En uh, ook door veranderingen, hè? dus uh, uh, een hele snelle verandering. Ja, dan kan er heel veel stress. En ja, dat, daarom zie je ook zoveel burn-outs bij ondernemers. Ja. Maar waaruit bestaat die stress? Hoe herken je dat bij jezelf? Uh, nou ja, die stress zie je dus uh, dat je heel snel geprikkeld raakt. Slecht gaat slapen. Um, dat je s ochtends opstaat. en ja, eigenlijk al slechter opstaat. dan dat je naar bed gaat, eigenlijk. Dat je ja, echt gewoon opgebrand opge bent. Ja, en dat is natuurlijk super jammer. En je ziet dus heel vaak dat dat dus uh, het verhaal is. Dus dat, uh, dat de werkelijkheid niet klopt. met wat je graag wil. Waarin zit dat verschil? Uh, dat verschil zit meestal in het resultaat. Dus de resultaten. Dus de ondernemers willen een ander resultaat. Dan, uh, dan wat er gebeurt eigenlijk. Ja, en daar loop je echt op leeg. En, en, is, die onder, is die stress nou vooral te verklaren op financieel gebied? Ja, dat heeft sowieso een hele, hele grote invloed financieel. Want ja, de, de maand is zo voorbij en je rekeningen gaan natuurlijk super hard. Maar ook op uh, psychologisch uh, niveau, weet je wel. Dus dat uh, in een relatie of een bepaalde relatie met klanten. Of, ja, dat kan natuurlijk ook. En ja, je maakt natuurlijk een plan als ondernemer zijn, en als dat plan niet gehaald wordt. Ja dan, ja, dan loop je eigenlijk vast. En daardoor kan een burn-out ontstaan. Voordat mensen eigenlijk in dat stadium geraken, hè, wat zou je moeten doen om dat te voorkomen? Nou ja, zorgen dat, uh, dat je plan wel goed, goed is. En, en ook de plan elke keer bijstellen. Waaruit bestaat een goed plan? Een goed plan uh, bestaat in ieder geval uh, dat je een goede route hebt en uh, dat je ook uh, precies weet wat je, wat je te bieden hebt. Wat bedoel je met die route? Nou, een route dus uh, waar je wil staan over zoveel jaar. En uh, ook gewoon verder op je tijdlijn. Dus als jij later grote reizen wil maken, bijvoorbeeld ik zeg maar iets, ja dan moet dat wel kloppen met, uh, je, met je plan. Dus eigenlijk moet je dan van tevoren een heel plan maken. En dat zie ik een hoop ondernemers dus niet doen. De ondernemer komt bij je. Stress, uh, burn-out, heel de rotzooi, ja. vervelend. Wat doe je dan? Uh, nou, we gaan eerst eens kijken waar het vandaan komt. Uh, gaan we opsporen eigenlijk uh, wat het probleem is, eigenlijk. Hoe doe je dat? Uh, door vragen te stellen, dus echt, uh, echt dieper uh, even op de persoon in te gaan. Oké, okay, wat gebeurt er precies? Uh, gewoon echt goed in kaart brengen. En daarna gaan we dus uh, eigenlijk de dingen bij je weghalen. Dus, en dat doen we via hypnotherapie. En dat kunnen we dus, die onbewuste patronen, die gaan we dus tackelen. Wat is hypnotherapie? Hypnotherapie is, een, uh, is met hypnose werken. Uh, dan gaan we, dus, uh, we brengen je, 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 ja, je hersenactiviteit op een bepaald niveau, een bepaalde frequentie. En daardoor kunnen we dus werken en ben je dus uh, heel erg beïnvloed voor suggesties. Het eerste woord wat bij me opkomt is eng. Ja, dat vinden heel veel mensen. Ja, maar eigenlijk uh, zijn we eigenlijk heel de hele dag in hypnose. Want we hebben constant verschijnselen van hypnose. Uh, je, je merkt dat soms wel als je in de auto zit, dat je ineens denkt van, oh hey, shit, ben ik al zo ver? Of als je een boek aan het lezen bent, dat je ineens emoties erbij gooit. Dus we zijn eigenlijk constant in hypnose. En ja, als ondernemer wil je natuurlijk in de juiste hypnose zitten en daar help ik mensen bij. Je doet een aantal sessies, dan kom je tot een conclusie. Waaruit kan die conclusie bestaan? Ja, dat kan heel verschillend zijn eigenlijk. Uh, het, het kan heel erg in de privésfeer zitten, maar het kan ook in het zakelijke. Dus uh, ja, dat kan op een heleboel verschillende manieren zijn. Het kan de angsten zijn, uh, uh, moeilijk uh, die persoon te zijn die je in de onderneming moet zijn, uh, die manager of die, of, of die, entrepreneur eigenlijk voor degene die je wilt zijn. En daardoor het zelfbeeld klopt eigenlijk soms heel vaak dus niet met de werkelijkheid die je wil zijn. Maar kan het oordeel van jou zo hard zijn dat je zegt, meneer, u moet ander werk gaan zoeken? Ja, maar het is niet echt een oordeel. Kijk, je gaat samen voor een oplossing zoeken. En het gaat niet om mij, het gaat voor de persoon die bij mij komt. En uh, iedereen ziet zijn eigen wereld op zijn eigen manier. En uh, het gaat erom dat die persoon goed in zijn vel zit. Het gaat niet om wat ik wil, maar het gaat echt om wat de persoon wil. En dat gaan we boven water halen. En uh, je doet heel veel onbewust. En die programma's, die onbewuste programma's, die gaan we dus tackelen. Uh, en het, het heeft geen nut om dus elke keer bijvoorbeeld oude dingen, vanuit het verleden bijvoorbeeld, elke keer op te halen en waar je dus wel over blijft denken. Want als je namelijk heel vaak negatief denkt, ja, dan laat je je negatief op. Susanne Budiger, u bent hypnotherapeute, even voortgaan, wat is dat nou eigenlijk precies? Ja, je brengt iemand in hypnose en je gaat eigenlijk naar het pijnpunt toe waar degene last van heeft, waardoor die zijn gedrag doet of uh, beperkende overtuigingen zitten en... Uh... Maar dat eerste stapje, dat onder hypnose brengen, schets eens wat er dan gebeurt. Nou, iemand gaat eigenlijk meer uh, echt focussen op uh, dat wat, uh, wat nodig is. Nee, maar ik bedoel, je komt niet voor me staan en dan met twee vingers en dan roepen van je slaapt, je slaapt. Nee, nee, Je gaat uh, langzaamaan de focus van iemand veranderen, uh, zodat de kritische mind zeg maar die, uh, die stemmetjes die jij uh, misschien wel hoort of, of andere dingen, uh, dat die niet meer uh, zo actief bezig zijn waardoor je ja je onderbewuste gedragspatronen kunt. Ja, ik blijf zo volhouden. Lig ik dan op bed als je me onder hypnose brengt? Vertel toch, hoe beschrijf het? Nou, maar als een cliënt bij mij komt, ik heb een stoel waar hij gewoon in plaats kan nemen en uiteindelijk sluit hij vaak wel zijn ogen en um, gaat dan in een soort van trance.